ben Benjamin, ik ben 30 jaar. Ik maak muurschilderingen in opdracht. Ik ben begonnen met spuitbussen te werken toen ik 15 jaar oud was. Op straat dingen schrijven. Je kent het wel. Daar is eigenlijk alles mee begonnen. Je vrienden doen het. Het is wel spannend, geeft een goede kick. En die kick is eigenlijk nooit weggegaan, want het blijft toch een beetje in je bloed zitten. Als je echte graffiti schrijver bent, dan gaat dat er nooit uit. En dan dacht ik, ik wil eigenlijk ook wel niet alleen vrij werken, vrij spuiten op de panden en overig materiaal van de gemeente. Maar ik denk, ik wil ook wat mooie dingen maken, wat tijd ervoor nemen. Dus toen ben ik dingen gaan uitproberen, illustraties maken op de muren. Uiteindelijk ben ik dus toegekomen om met andere mensen opdrachten te doen. Sinds 5 jaar heb ik een eigen bedrijf als kunst- en decorschilder. Alles lag stevig zonder dat ik speel. Dat een soort duizend en één nacht gebeuren. Allerlei verschillende plaatjes die uiteindelijk een geheel gaan vormen. Dit is een kleine selectie uit plaatjes voor de filmpje. Graffiti heeft wel dergelijke waarde als zijn dat het voor mij een vrije uiting is. Ik kan er heel veel van mezelf in kwijt. Ik kan mooie ontwerpen maken, mensen worden gelukkig ervan. Daarentegen maak ik ook wel graffiti met statement. Dat is dan wel weer buiten en daar zit vaak een politieke gedachtegoed achter. Ik geef ook les op school, op scholen, als gastdocent, kunstleraar. Ik geef ook workshops voor verschillende leeftijdscategorieën, zelfs voor bejaarden. Dus ook voor bejaarden speelt het. Het is toch een vorm van vrije expressie. En ik denk dat ieder mens dat, tenminste een groot deel van de mensen dat toch wel nodig heeft. De een leest boeken en de ander die tekent of schildert graag. Dus het is net hangt het van de persoon af. Maar zeer zeker voor de jongeren. Die zich sowieso aan het ontwikkelen zijn, zichzelf aan het ontdekken. En is dat toch wel een groot goed, kunst. Hoe zie je jezelf? Als kunstenaar? Ja, dat zeer zeker. Ja, absoluut. Natuurlijk ook als graffiti schrijver, dat blijft toch wel staan ook. Dat vaagt niet weg of zo. Voor goede momenten kun je altijd nog wat leuks doen, ongevraagd op bepaalde locaties, zeg maar. Daar ga ik niet verder over uit. Dat is wel duidelijk, dacht ik zo. Ja, en waarom heb je bijvoorbeeld een petje op en een zonnebril? Ik hoef niet altijd herkenbaar in beeld. Dus, dat is echt genoeg. Ik heb een groepje die artistiek schildert en een groepje die gewoon meer echt de rauwe graffiti neerzet op straat. Ik denk dat het een wezenlijk verschil maakt, ook een stukje art wat erin voorkomt. Echt kunst. Ten opzichte van het street art is toch wel een wezenlijk verschil. Ik vind het altijd wel goed om een mooi werk te zien wat er buiten staat, waar niet op gevraagd is. Ik zie dat als gratis kunst, ik vind de gemeente niet zo moet zeuren. Als je een vrije opdracht hebt, speelt jouw biculturele achtergrond daar een rol bij? Daar wel meer feeling mee heb met calligrafie en dergelijke. Dat is toch wat meer Arabische stijl. Ook de figuurtjes en de uitwerkingen zijn toch wat anders dan normaal, zou ik zo willen benoemen. Dus ja, je zou kunnen zeggen van deels. Gaat het meeste wel uit van de wens van de klant. Dus dan maak je dat aan de hand van wat de klant graag wil. Maak je een ontwerp. En dat wordt dan weer overlegd. Dan gaat het ja of nee, wordt dat dan uitgevoerd. Maar omdat je zelf, ik eigenlijk heel erg creatief ben in het verzinnen en het ontwerpen van mensen in hun gedachtegoed om het goed mooi in beeld te brengen, is het vaak toch heel veel eigen inspiratie en eigen ideeën wat ik dan weer terug kan brengen in de illustraties. Nou, er zijn niet veel Marokkaanse jongens die graffiti schrijven, er zijn er wel een paar hoor. Er zijn niet nul of zo. Er zijn er zeker wel een paar jongens die het doen. Maar ik ken geen andere jongens die het ook echt in opdrachten doen.